Waarnemend president Ashwinadin heeft de BVL en de ALS verwezen naar het overheidsoverlegorgaan OO, indien het om rechten van onderwijsgevenden in dienst van het Openbaar Ministerie gaat. Moeten zij zich wenden tot de besturen van de scholen voor bijzonder onderwijs. Adin heeft dit gedaan in reactie op een brief over de schending van de vakverenigingsvrijheden van de BVL, ALS en leerkrachten. De waarnemend president vond het goed dat de onderwijsbonden hadden aangegeven met het ministerie van Onderwijs in dialoog te gaan voor een vlotte start van het nieuwe schooljaar. Hij wees er echter meteen op dat het ministerie gezag uitoefent over een deel van de scholen in ons land. Alleen de onderwijsgevenden van de scholen voor openbaar onderwijs hebben volgens de grondwet het ministerie van Onderwijs als werkgever. In het schrijven aan de vakbonden laat Adin ook weten dat er geen ruimte is om wederom met de BVL en de ALS om de tafel te gaan. Daarom heeft hij deze bonden verwezen naar het overheidsoverlegorgaan, de besturen van het bijzonder onderwijs of de bemiddelingsraad voor geheel Suriname.